Yo! Mensen, we gaan weer een nieuwe FIFA-potje spelen. FIFA 18, ik zie dat ik de wedstrijd heb aangekomen. De wedstrijd is Vitesse tegen NAC. Ja, mensen, Vitesse tegen NAC. Nee. Mensen, we gaan gewoon lekker een potje spelen, mensen. Ik voel me niet goed, maar daar gaan we het niet over hebben. We gaan het niet hebben over dat ik opgepakt ga worden, maar mensen... We gaan gewoon lekker kijken naar een lekker potje voetbal. Mensen, we gaan beginnen. Oké. De aftrap. Spel is onderweg. Ga er maar eens goed voor zitten. Voor wat 90 minuten topvoetbal moet worden. Ja, zeker. En hier zien we het begin. Nu opstelling van Vitesse. Deze trainer heeft gekozen voor 4-3-3. Matafs. Goeie bal, Tim Matafs. Matafs. Tim Matafs, maakt ze de buurt met het doelpunt. Oh shit mensen, wacht even. Mensen, wat een kans zeg. Wow. Lekker combinatiespel. Oh, maar dat leek alleen maar zo. Oh ja? Mensen, wat een kans zeg. Die afstand. Bruns. Kijk, gaat hij voor een schot? Oh, de lat! Kom op! De ma. Toestaan in de omschakeling. Kunnen ze deze kant eruit spelen? Daar komt de voorzet bij de eerste. Sla hem weg. Wauw. Huh? Uit zijn bal ingooien. Krijgt Mak echt een ingooien? Oké. Mensen, ik krijg een rode kaart. Ongelooflijk. Ja, zeker. Die draait de bal op. Oh, shit. Oh, goede paas zeg. Maar die komt helaas niet uit. Kut, man. Overtreding gezien door de scheidsrechter. En? Wat geeft hij? Komt niet weer rood. Oh, het is geel. Mooi ook. Mensen, hoe de fuck kan die je missen? Het is maar de vraag even of je toch zo'n opgelegde kans gaat krijgen. De afronding laat je smaak de wens over. Oh ja? Nog steeds balbezit op de helft van de tegenstander. Oh shit, ik tek op mijn eigen speler. Die paas eruit te halen. Echt. Het is lopen met hem. Dat was gruwelijk mooi. Oei. Nee, zeker niet. Zeker niet. Mensen, ik krijg gewoon een ingooi. Ongelooflijk. Zeg, recht naar de tegenstander. Ik zet hem even iets harder dan mensen. Oei, mensen. Pakt inderdaad. Dat gezien. Ja, zeker. Nee, ga! Oh. Hoog in de toer. Ik loop maar even zo hoor. Kijk nou! Ja, terecht. Ja hoor, zeker. Brian Linsen. Op zoek naar het gaatje binnendoor. Het publiek. Oei! Ja, zeker, terecht. Echt moeilijk. Geluk. De verdediging geeft heel veel ruimte weg op de flank. Oh, Bruns. Speler van FC Groningen. Die maakte de 2 tegen zijn oude clubje. Hoera! KLS. We gaan die nogmaals gaan kouten. Op zit. Nee, weer niet! De redding. De scheidsrechter geeft een corner aan Vitesse.
Dankjewel. De keeper mag blijven staan. Netjes dik zien achter jullie. Die zien we vanavond wel terug op het internet. Ja. Weet je dat? Krijgen we het horen? Krijg van de fans. Bruns. Oh! Hier! Kijk, 0-0 mensen, ongelooflijk. Ondanks dat ik de betere partij ben. Leuke muziek. Oh ja? Hij neemt de bal mee richting het doel. Eigen succes. Hier. Kom op, pak die bal. Pak die bal. Aangeraakt door een tegenspeler. Inworp dus. Ja, mensen, gewoon even een boetje laten lijken als je het ook wilt. Gewoon afgeslagen met de tegenstanders nu de bal bezit. Goede aanval, maar de bal is nog net niet bij hem. Hoppa. De scheidsrechter legt het spel niet stil, maar geeft voort. Hier. Wat doet de scheidsrechter? Alsjeblieft niet weer, hè. Rood. Oh. Mensen, ik krijg alweer rood. Ongelooflijk. Geen boksen? Nee, zeker niet. Dank u wel. Nog steeds balbezit op de. Probeert het. Oh! De bal gaat via de verdediger over de achterlijn. En ja, we krijgen dan een corner. Pas hem terug. Die dribbelt met de bal richting het doel. Daar komt de. Nee! Alweer niet! Ik word hier zo gek van. Mensen, ik word hier zo gek van. Normaal gesproken had ik nu al 5-0 voor moeten staan. Maar kijk dan, nog 0-0. En twee keer rood. Wacht even. Nou, mensen krijgen een gele kaart, maar ik ga heel zo. Snel. Dit kan het eerste puntverlies worden van FIFA 18. Wacht even, kijk. Ik zag er niet echt de beste uit daar. Ja, nu wel, hè? Wauw. Yes. Maar richting het doel, gaat hij voor eigen succes? Mason Mount. Het is lopen met de bal op de helft van de tegenstander. Maar helaas van korte duur van deze mogelijkheid. Kans op de schiet. Bal over de achterlijn. Hoekschop dus. De coach besloot dat het wel mooi was zo. Het leek er niet op dat ze het zouden redden. En in deze tweede. No! Kijken of zijn plannetje slaagt. Hij
zoekt naar steun. De keeper had op weg naar... Wat gaat hij doen? Oh, oh. Niks aan de hand. Hoeveel schoten heb ik nu op doel? Oh my god, 12 op doel en nog steeds 1-0. Echt verrassend dat je er nog 1-0 voor staat. Ja mensen, het is 2-0. Heerlijk. Om een boek te maken. Kom op. Ik maak geen overtreding. Echt niet. Ik zweer het. Zeker. Brian Linsen. Maakt zich wellicht al op voor. Ha! Hij is geblesseerd en zou moeten worden gewisseld. Als ze snel handelen. Nu kunnen ze toestaan in de omschakeling. Aha! Hij is dicht bij de goal, maakt hier dan? Komt het voor? Oh, de bal! Hij krijgt daar weinig ruimte om op te bouwen, eigenlijk. Ja, dit is de kans op de aansluitingstreffer. Nee! De bal gaat op de stip. Niet op de stip! En wat is het? Geen rood, hè? Nee, voor de derde keer. Hij kon kiezen tussen een doelpunt en een rode kaart. En hij kiest voor het laatste. Ik vind het wel een goede keuze. Even gewoon een neerhalen. Nee. Ongelooflijk. Mensen, ik baal echt. Ik had 3-1 moeten winnen in plaats van 2-1. Nee.